OCI Nitrogen is producent van minerale meststoffen, ofwel kunstmest. In 2050 is de wereldbevolking gegroeid naar 9 miljard mensen. En die moeten allemaal worden gevoed. Met kunstmest heeft de agrariër een hogere opbrengst en hoeft er minder land te worden ontgonnen. De kunstmestfabrieken van OCI willen de productie laten groeien van 1 miljoen naar 1,5 miljoen ton per jaar. Daarvoor is een nieuwe vergunning afgegeven. De eis hierin was een verlaging van de stofuitstoot van 174 naar 10 ton per jaar. Een bijna onmogelijke opgave bij de gangbare luchtkoelingstechniek in deze branche. Een grote uitdaging voor OCI, die de ambitie ook nog eens scherper stelde. Reductie van stofemissie naar nul. De huidige luchtkoeling heeft als groot nadeel dat er vrij veel fijn stof vrijkomt. Jaren hebben wij gezocht naar een nieuwe technologie. En 3 jaar geleden hebben wij besloten om een koeling toe te passen met water. En dat is heel uniek in de kunstmestindustrie. Met veel vallen en opstaan en door een hele leercurve te gaan, is het ons uiteindelijk gelukt om in koeling te hebben waarbij geen stof meer vrijkomt. Omdat traditionele luchtkoelers niet geschikt zijn om stofemissie zo ver terug te brengen, koos OCI voor een niet eerder toegepaste techniek. Koeling met water. Een risicovolle investering die een ware uitdaging bleek voor de technici. Er is op dit moment 1 koeler in bedrijf. Nog dit jaar zullen 2 nieuwe koelers in gebruik genomen worden. De inzet en het doorzettingsvermogen van de OCI-technici waren van doorslaggevend belang voor het uiteindelijke succes. Het was vallen en opstaan, maar men bleef vertrouwen houden. Ja, ik ben hartstikke trots op mijn mensen. Van tevoren hebben we heel veel testen gedaan. Maar het was niet zeker of het ook op grote schaal zo goed zou werken. En uiteindelijk was het een risicovolle investeringsbeslissing. We hebben die genomen en als uiteindelijk het resultaat na een project van lange adem er dan is, ja, dan kan je alleen maar blij van worden en trots op je mensen zijn. Uiteindelijk hebben we bereikt dat we minder stofemissie hebben, zelfs helemaal tot nul gereduceerd. En dat tegelijkertijd met minder energieverbruik in de fabriek en ook nog een keer meer volume door de fabriek. Een fantastisch resultaat waar ik terecht trots op mijn mensen kan zijn.